Pieter en Natasja, het heeft niet mogen zijn. Nee, jammer hè. Ja, ik denk het gat van de punten was gewoon te groot om nog te dichten met de stemmen. Helaas, ja. Want je dansprestatie was zeker beter dan die van vorige week. Ja, we vonden het heel sterk deze week ook. Het resulteerde helaas niet in de punten die we ook voor ogen hadden of die we gedacht hadden. Dus een beetje teleurgesteld daarover al, ja. Natasja, hoe voel jij je? Ga je nog iets doen in heel Dancing with the Stars? Kom jij nu in het dansensemble terecht? Ga jij nog andere dansers helpen? Nou, sowieso ga ik de andere dansers helpen met hun choreografie, als ze dat willen. Elke week zal ik nog steeds te zien zijn in de openingschoreo van de pro-dansers. Dus ik ben er gewoon nog bij. En soms is er wel eens een week dat celebs met twee pro-dansers dansen. Dus het zou kunnen dat zich zoiets ook nog voordoet. Hoe hard zonde vind je het dat het met Pieter niet verder gaat nu? Ja, ik vind het super jammer. Je neemt deel aan een wedstrijd om ver te komen. Maar ik vind eigenlijk vooral wat me het meest pijn doet, is dat zo dat harde werk van hem had ik gewoon meer beloond willen zien. En oké, het is een wedstrijd en het hoort er allemaal bij. Dus we accepteren het ook prima zoals het is. Maar ik voel dan wel zo van, oh, je hebt zo hard gewerkt, je hebt zo je best gedaan. Ik gun je eigenlijk gewoon allemaal tienen voor je harde werk. En dat is dan wel moeilijk als pro-danser om dat dan ook zo mee te maken en zo mee te voelen. Dus je wil gewoon dat je celeb alleen al super beloond wordt voor zijn harde werk. Mooie woorden, hè Pieter? Ja, absoluut. Ja. Ik vind ook, zij heeft ook super hard gewerkt natuurlijk, ik niet alleen. Zij heeft ook al de voorbereidingen gedaan, super mooie choreo's gemaakt. En ik kan er alleen maar heel dankbaar zijn voor alles. Ja. Ben je nu bang voor het zwarte gat? Nee, ik ben ook wel blij dat ik mijn wondes kan gaan likken en even kan gaan herstellen, dat wel. Voor ons beiden. Wat heel fijn is, we hebben alles erin gesmeten en alles erin gedaan in deze wedstrijd, maar we hebben natuurlijk alle twee gezinnen. En voor de tijd dat we nu niet hier met elkaar aan het werk zijn om iets moois neer te zetten, komt daar weer tijd met de families voor terug. En ik denk dat dat voor ons alle twee ook heel prettig is. Dus het is pijnlijk, maar er is ook weer iets moois ligt op ons te wachten. Absoluut, het is een intensieve periode, niet alleen voor ons, want wij smijten ons en we zitten te veel uren in die danszaal en zo verder. En het zijn ook onze gezinnen die daar ook in mee moeten gaan. Hè. Vaak avonden weg of in het weekend nog wel repeteren en dit en dat. Dus onze kindjes hebben ons ook wel serieus wat gemist. Ja. Dus straks een dikke knuffel. Ja, morgen.